Je ziet het, iedereen is heel erg druk bezig hier. Ze zijn namelijk een nieuwe clip aan het maken voor de single Hello. Van het album Happy natuurlijk voor Sita. Ik ben hier vandaag om een beetje mee te kijken. Natuurlijk praat ik straks met Sita. En dan gaat zij ons even vertellen hoe dat allemaal in zijn werking gaat. En wat de bedoeling is. En ik trek nog een aantal andere mensen lekker even aan de jas. Om hen te laten vertellen wat ze hier doen. Dus ga maar even mee. Een beetje in het kort vertellen waar het eigenlijk om gaat, zeg maar, in deze clip. Wat is de achterliggende gedachte? Want het is een beetje science fiction-achtig. Ja, maar ik wil er niet te veel over vertellen. Maar in ieder geval, die gang die jullie zien, dat is een beetje mysterieus-achtig. En ik weet daar niet zo goed wat ik doe. En ik heb het gevoel dat ik steeds wordt bekeken en achterna wordt gezeten. En opeens, dat zien jullie zo misschien wel, verander ik of kom ik in een andere ruimte terecht. Ja. Met allemaal is een soort lobby van een hotel en met allemaal figuranten en daar gebeuren allerlei dingetjes in. Er komen nog mensen bij ook. Ja, en de virtuele Sita die komt dan ook in de plaats van mij af en toe en dan ga ik van alles doen. Dus het poppetje komt weer terug, zeg maar. Kijk, dit is de gang waar jij in loopt. De gang, ja. Het is zeg maar niet ergens mee te vergelijken. Het is gewoon een hele mysterieuze gang. Oké. Okay. Met een water naar beneden. Oh ja. Uit die schermpjes. Komt daar een deur. Ja. En hier komt een schermpje. En dan ga ik zuidjes intikken. Ja. Zodat ik later door de deur kan. En dat wordt de lobby van het hotel. Mm-hmm. Maar het moet nog een beetje verzet worden. Want zometeen gaan ze alles... Al het licht en de camera's gaan ze verzetten daarheen. Ja. En dan gaan ze die kant op filmen. Ja. En dan komen de mensen bij en dan wordt het er. Gewoon nog vier van. Hey, kan je me uitleggen wat dit precies is? Het zijn allemaal verschillende camera's? Ja. Hoe werkt dat? Het zijn drie dezelfde camera's. Ja, ik kom eraan. En het is een experiment. Okay. Dus misschien gaat het helemaal mislukken en dan zie je het nooit terug in de clip. Nee. Maar we nemen drie keer precies hetzelfde materiaal en dat gaan we met elkaar overlappen morgen. Dus het proberen waard? Ik denk het wel. Oké. Okay. Dus... Spannend. Met Kim uit België. Hij is namelijk de animator van de clip. Hij heeft al gewerkt aan Happy. Daar zag je ook inderdaad een soort van cyber Sita en zo. En dat gaat hij dus nu bij deze clip voor Hello ook weer doen. En ik ga hem vragen. Nou ja, ik ga hem heel veel vragen. Hoi. Hey. Hallo. Fijn dat ik even mag spreken, want iedereen is heel erg druk en ik trek jou zo ook eventjes aan de jas. Ja. Jij hebt cyber Sita ontworpen. Mag ik haar Cyber Sita noemen? Je mag haar zeker even Cyber Sita noemen. Toch? Ja, het is een digitale versie van de bekende ster. Er zit een groter concept wel echter. Het is niet dat we haar gewoon als digitaal poppetje hebben gemaakt. Nee. Maar? Maar dus de reden waarom dat ze telkens weer terugkomt, is dat er ook iets meer zou mee gaan gebeuren. Okay. Er komt dus ook een strip rond de Cyber Sita. Ah, oké. Dus verschillende dat wisten zaken. Wij nog niet helemaal. Tenminste, wist ik niet zeker. Oké. Hoe lang doe je daarover om zo'n poppetje te maken op de computer? Ja, er komt toch wel een beetje tijd. Ah ja, er kruipt toch wel wat tijd in. In die zin dat er eerst moet je natuurlijk een mooie afgeladen maken eigenlijk, van de originele Sita. Ja. En dan begin je dus de pop te maken en er kruipt toch wel stevig wat werk in. Dat is een drietal weken. Drie weken? Ja. Ik denk, dat doe je gewoon even zo in één avondje even Cyber Sita neerzetten. Drie weken doen. Ja. Hey, maar er komt een strip van. Is dat al helemaal officieel? Dat kan ik momenteel niet zeggen. Ik weet wel dat er gesprekken rond zijn. Maar ik wil het zo graag weten. Ja. Wij willen dat allemaal weten. Ja. Maar dat mag nog niet helemaal uitkomen.
Dat kan ik nog niet direct zeggen. Nee, er zijn nog spannende dingen rondom Cyber City te verwachten. Er gaan nog veel dingen gebeuren. Hoi. Ben je weer? Ja. Met de camera om je nek. Is het gelukt? Ik denk het wel, maar... Kunnen we het terugzien, denk je? Nou, ook je in de film. Ja, gaat het? Ja, want je zei van, nou, ik weet niet of het lukt, maar... Ja, het is als... Het zijn drie camera's, hè? Ja, het is volgens mij ook nog nooit gebeurd voor het eerst. Hey, je hebt voor andere groepen, voor andere bands ook wel clips gemaakt? Voor wie onder andere? Volumia, Bluff, Marco Borsato. Of noem maar wat. Noem maar wat. Ja. Kane, en... ja? Moet weer. Oh, moet weer. Oké, hij moet weer. Doei. Nou, het lijkt heel erg rustig, want Sita heeft even lekker een plekje gevonden om te kunnen bellen. Arme schat, erbarmelijke toestanden, echt waar. Ze moet gewoon door het water lopen, straks wordt ze nog hartstikke ziek. Nou, je ziet dat ik probeer iedereen even aan de jas te trekken, maar ja, iedereen is druk en wordt weggeroepen. En we staan hier nog steeds, ze zijn al de hele dag bezig. En ze zullen zeker nog tot middernacht bezig zijn, maar voorlopig zijn we nog niet klaar. Why should I go? Why should I care? Luister, maar wat komt er allemaal bij kijken? Heb je zoiets van, ik heb ook iets te zeggen over het decor? Of zeg je van, luister, het moet er gewoon staan, ik maak mijn plaatjes en ik maak me niet gek met dat. Nee, want we hebben wel redelijk uitgebreid van tevoren bepaald van, nou, dat wordt de kleur, dat wordt de vorm. Kijk hoe ze dat eerder hebben opgenomen, de deur en alle vallende dingen die naar beneden komen, zeg maar, in de clip voor Sita. En dat wordt later allemaal afgewerkt. Nou, je ziet, hier hangt het helemaal nog aan een draadje. Dat wordt allemaal met de computer weggedaan, zodat het gewoon helemaal supersonisch en science fiction-achtige vette clip wordt voor Sita. Eigenlijk ziet het er heel achterlijk uit. Dus, maar ja, het komt uiteindelijk wel goed als het helemaal moet geëdit worden. Er zijn nog tientallen mensen die eraan werken. Ik bedoel, het gaat niet vanzelf of zo. Je bent nog steeds bezig? Moe? Nog niet. Nee? Nee, maar het wordt wel laat vanavond, denk ik. Ja, toch wel. Hey, het album is vrij heavy, vrij dynamische liedjes en zo. Maar het gaat over het algemeen wel een beetje over liefde, toch? Als ik het zo terug hoor. In veel liedjes wel, ja. Veel liedjes. Hoe past Hallo daarin? Ja, nou, het is gaat dat? Meer om de muziek, denk ik. Ja, het is niet echt een... bellenvormig iets of zo. Nee. Er staat ook niet echt een zwijmelliedje op of zo. Is maar dat niet Selfish iets is wel heel mooi. En, maar zwijmelachtig is niet echt wat ik wil, zeg maar. Ik wil meer een beetje oprock. Ja. En ik denk dat ik dat met het album wel bereikt heb. Ja, zeker. En Hello is echt daar een goed voorbeeld van. Maar het is vrij gevarieerd. Zoals Selfish, wat ik al zei, is weer heel rustig en een beetje lief en zo. Ja. Dus, en daarna knal je hem er weer in. Ja. Hey, en heb je een bepaald voorbeeld? Is er iemand waarvan je zegt van, nou, want ik weet dat je bijvoorbeeld Dido of Jewel heel goed vindt. En Alanis dat je Alanis Morissette goed vindt. En wat denk je? Wil nog wel een keer met ze werken? Ja, hoop je nog op een samenwerking? Natuurlijk, ja, altijd. Het zou geweldig zijn. Maar het zijn niet echt mijn idolen. Want ik wil niet echt een voorbeeld hebben. Die meer zoiets hebben van,
dit ben ik en dit is mijn eigen dingetje. Je wil je eigen ding neerzetten. Ja, maar ik vind het helemaal te gek en de muziek vind ik ook heel erg mooi. Ja, oké, maar je gaat niet een liedje schrijven, wil je nog wat clips regisseren? Wil je in de toekomst wat meer erover te zeggen hebben? Of zeg je van, ik wil nu even... Het lijkt me wel leuk, maar het is nu allemaal nog zo pril en het gaat zo snel. Ja. Dus in de toekomst wil ik wel meer dingen gaan doen, want het hele wereldje, dat is natuurlijk te gek. En ook omdat ik een opleiding heb gedaan in decor, in alles, in ontwerpen. En het lijkt me wel leuk om dat in de toekomst te gaan doen, maar het is Je zingt er wel verstand van. Hey, maar wat vind je van de zangmachine? Dat is wel cool, hè? Ja, dat is leuk. Gewoon een eigen poppetje. Dat is heel leuk. Er komt dan een strip van, tenminste. Ja. Hoorde ik niet. Ja, nou, ze weten nog niet allemaal wat ze precies mee gaan doen. Ja. Maar ze hebben het plan om een tekenfilmpje en games bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen allemaal. Dus dat is echt heel erg cool. Heel cool. I'm the one you've been looking for. Ik vind het hartstikke leuk hoor, maar het is gewoon tegen middernacht en we staan hier gewoon schoon te maken. We zijn net klaar, maar we moeten alles op. Eigen shit opruimen. Het is geen glitter en glamour, het is gewoon keihard werken onder erbarmelijke toestanden, mag ik wel zeggen. Ja. Maar we weten wel hoe de clip gemaakt wordt. Ik vind het helemaal top. Oké. Je bent vast helemaal klaar mee, of niet? Mm-hmm. Ja, ik ook, maar we moeten toch nog wat doen. Ja. Oké, we gaan verder. Later. Okay.